En ik voel ze ook eigenlijk bijna niet zitten. En ze zitten heel stevig, ze vallen niet zomaar uit. Hi, ik ben Aafke Soet, wielrenster en teamgenoot van Teuntje bij Team Jumbo-Visma. Ik ben Teuntje Beekhuis en ik fiets ook voor Team Jumbo-Visma en wij zitten in Heldenpraat. Nou, het is meestal een beetje een upbeat nummer wel. Wow. En dat is dan op dat moment wel een beetje hip, zeg maar. Dus het komt er altijd wel door. Ja. Nou, we hebben wel bijna verplicht nummer. Black and Yellow in de bus. Dat om ook in de team te komen. Dus, ja. Maar voor een tijd of zo luister ik nooit muziek. Jij wel? Nou, soms wat, wel wat techno. Een beetje upbeat. Ik vind muziek vooral rustgevend. Ja, super ontspannen en ook voor wedstrijden om echt in de vibe te komen. Even een goede beat in de bus. Ja, inderdaad. Ja, echt super divers. 80's, beetje top 40 en techno vind ik ook wel heel tof. Al eenstalig eigenlijk. Maar vooral als het een beetje betekenisvol is, dus een, moet wel een goede tekst hebben. The Summer van Freedom Fry. Ja, het is zomer, dus echt het zomergevoel. Krijg je daar wel van? Ik denk dat ik meer heb. Ik denk hou vast van Suzanne en Freek en Tabitha. En alles van Miss Montreal vind ik ook wel mooi. Die van mij is Heb het leven lief. En dan de cover van Elske de Wal. Komt een beetje uit een moeilijke periode in mijn leven. En toen luister ik die heel veel om... die heeft me wel doorheen geholpen. Dus dat vind ik wel een speciaal liedje. Home van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en toen deed het me heel erg aan thuis denken. Maar als ik een liedje hoor, denk ik nou terug aan mijn tijd in Wenen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Piano. Ja. Ik heb vroeger wel een keyboardles gehad, maar ik was echt geen talent. Oh, ik had ook dus pianoles. Maar ik vind het wel een prachtig instrument. Ik had ook pianoles, maar ik weet niet, we leerden... Boer, wat zeg je van mijn kippen spelen? Nou, dat vond ik helemaal niks. Daar was ik gauw klaar mee. Maar ik heb niet het geduld. Om te oefenen, want de piano staat nog steeds thuis, maar ik wil het gewoon kunnen. En ja, dat lukt niet zomaar. Als ik terug in de tijd zou kunnen, zou ik wel naar een concert van Simon Garfunkel willen. Ik denk dat ik... Je joint me? Nee, oh. Nee, naar een technofeestje zou gaan eigenlijk. Nice, lekker rammen. Ja. Als ik zou mogen kiezen, zou ik denk ik Tabitha doen. Hoe positief en liefdevol zij in het leven staat, vind ik heel inspirerend. Zo, sneller. Ik denk dat ik ook best snel ben op de fiets, dus kijk, zo smart. Ja, om wel super ontspannen te worden voor een wedstrijd, maar ook vlak daarvoor om teamsfeer te creëren of echt een beetje focus te krijgen. Dus, Nou, als je op reis bent, dan is het ook heerlijk om naar muziek te luisteren in het vliegtuig. En dan hoeft natuurlijk ook niet iedereen mee te luisteren. Dus dan kun je lekker in je eigen wereldje ontspannen reizen. Dus dat is voor mij wel echt onmisbaar. Ja, het is echt een tool om je lekker af te zonden, dat vind ik. Ja, echt wel heel verrassend. Normaal luister ik geen muziek tijdens het trainen, omdat ik het best wel gevaarlijk vind. Maar ik denk dat dit wel echt een oplossing gaat bieden. Ja, echt super chill, omdat je het verkeer komt er ook gewoon doorheen. Dus echt wel heel veilig ook. Ja. En ze zitten ook super lekker, vind ik. Ja, ik denk dat dit ook wel echt goed onder mijn helm past. Dit is ook wel ideaal voor tijdens de koersgang. Koersradiootje. En ik voel ze ook eigenlijk bijna niet zitten. En ze zitten heel stevig, ze vallen niet zomaar uit. Wil jij kans maken op een... sporthoofdtelefoon van Philips Sound. Ga naar www.helden.media/win en laat weten welke muziek jij het liefste luistert tijdens het sporten en waarom.